Hoi, oh mijn beste vrienden all over the world. Paramaribo, groet u. Het is nog sinds zaterdag 25 juli. En ik kreeg zojuist zo, zo een bericht in mijn handen. De West van vandaag. En daar staat iets gevaarlijk. Dat ding. Hier Onze ex-VP... Meer bekend als Visse Atje. Die heeft twee dure auto's uit het wagenpark. Van het kabinet, het oude kabinet. Heeft die verkocht? Die auto's zijn speciaal gepansterde voertuigen. Van 180.000 US dollar per stuk. En ze zijn overgeschreven naar een bedrijf. Waarom moet lezen even Guinnemino? Lezen toch? Die dus zou je dus met hem lezen. Even gieven met daklo de dakloze Het bedrijf heet, heet Naamloze Vernootschap Zeta ZETA Engineering Constructie. Gevestigd aan de Henry Fernandezweg... En de kentekens van de wagen zijn PK6694 en PK6695. Dus. Overgedragen, verkocht. En dat was nog niet alles. Visa Atje was nog visser. Hij heeft ook een viertal andere auto's overgeschreven op naam van een ander bedrijf. Met dezelfde directeur als die van NVZ. Ja. Wat gebeurt er hier? Kijk nou. Het gaat om pick-up. D-Max, Demax 9696. Gerard Victor. Kentekenplaat. Ford Ranger 2056, Kentekenplaat HV. 2056 HV. Nanga, Waan D Max. Kenteken 64, 73. Gerard Victor. En een foton Tunland. Kenteken 08. 02 Gerard Victor. Beste vrienden, wat is hier aan de hand? Dit is die stal. Dit. Dus. Kijk, okay, u weet die bril van draait toch Deze keer is die van mijn ogen gevlogen. we ik ook gevangen tot tikken een pot bakken. Oké, maar ik ga als Maar me maat die doen kan, ik ga een andere bril die Ik me verzamel. Maar dit is niet normaal. Dit is voor vooro dus na nou, ze hebben uit, een afspan, want ze uitgevoerd, hun afgespannen tsunami heeft 200 uh, 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 miljard in de grond. Dus leningen enzovoort. Hé, is die jongen ja, die ze gestuurd hebben om uien uh, en, en, en knoflook te kopen? VIP? Ben je je bent een boef. Nee, dus het is zo'n geboefte wat er rondloopt, of wat er heeft rondgelopen. Hee, dus meer hy het ook dink dat my kra was aan Porto. Die regering wat nou aankom, het niks om te doen en hulle het net allemal weggetrek om die mense nog probleme te gee, maar hier eno. Dus hoe aksie jy rustig sara. Waarvoor as my o fis aat jy moet hulle kan vir volge. Wat dit dis dal. Kado mi masrami tata... Wie? Luister zusters, broeders... Ons nou rustig heren... Wat wij doen is op zoek gaan naar de waarheid... Recht en waarheid moeten zegevieren. vieren... Want alles wat we doen... Doen we voor de kinderen... Van wie we dit land geleerd hebben... En daarmee zeg ik aan u... Uh, Paramaribo, groet u... We zijn niet boos, maar we zijn ernstig... Teleurgesteld... En we gaan ja. verder zoeken... Mika tu mi gudu mi lobi milakar, tafi rastak. Para maribu khurut,